Toch even laten zien wat die het idee is met die mech. Aan deze kant, dus hier heb je een magneetje met twee balken. En het magneetveld gaat nu dus deze kant langs en zit opgesloten. En dan zit deze balk zit behoorlijk vast. Dan moet ik behoorlijk trekken, dan wil ik die los trekken. En dan deze, hier zit het magneetveld nu aan deze kant zo opgesloten in een kringetje. En als ik nou hier eentje doe, dan zou je verwachten dat het veld zich gaat verdelen. Maar dat doet het dus niet zozeer. Ik kan, het is lastig om het helemaal goed te krijgen, maar kijk, deze die valt er zo af. Nu. En deze die zit vast. Nou, deze hier aandoen. Ik maak hier even open. Dan zit hij aan deze kant vast. Maar dan niet los trek. En dan schuif ik op. Een beetje houtje touwtje natuurlijk. En dan valt deze er zo af. En zo erop doen en weer eraf doen is heel makkelijk. En dan zit die kant zit behoorlijk vast. Bijna niet los trek. En als ik hem helemaal los heb, dan flipt het magneetveld dus deze kant op. Dus het idee is nou dat het magneetveld ofwel die kant op gaat, ofwel die kant op gaat. En als je hier een spoeltje omheen wikkelt en je doet een klein pulsje, dat je dan het magneetveld heen en weer kunt laten flippen. En dan krijg je dus een veranderend magnetisch veld in die twee helften van die kern. En op die manier zou je dan energie op kunnen wekken. Dat is het idee.